De Centrale Bank van Suriname meldt dat zij nieuwe bankbiljetten van 50 SRD en 100 SRD in omloop heeft gebracht. De biljetten zijn getekend door de huidige bankpresident Glenn Gersie. De 50 en 100 SRD-biljetten zijn bedoeld ter vervanging van de oude en beschadigde die noodzakelijk uit de circulatie moeten worden gehaald. Bankbiljetten van goede kwaliteit met handtekeningen van vorige bankpresidenten blijven tot het moment dat zij zullen moeten worden afgeschreven in omloop. De bank verzoekt het publiek om zuinig met de bankbiljetten om te gaan, zodat zij langer mee kunnen en hoge aanmaakkosten die veel deviezen kosten bespaard kunnen worden.